Eerst en vooral, ik denk dat, dat jullie met mij eens zijn dat, dat dit ongelooflijk is. Dat dit ongelooflijk is wat hier aan het gebeuren is. Een kleine maand geleden stonden we met dezelfde mensen, ook met jullie, in deze loods en was er niks. Is het een maand geleden, Kenny? Goeie maand. Ja, ja, ja. En 30 dagen, 24 uur per dag later, is dit resultaat ongelooflijk. En ik moet zeggen, ik ben dan ook zeer trots als schepen van sport. Niet op niet trots op de stad, totaal niet, maar trots op deze mensen dat ze dit kunnen realiseren hebben. Of dat ze zijn, laten we zeggen, bezig zijn dit te realiseren. Want laten we zeggen, het grootste werk is gedaan, het ijs ligt er. Dat het allerbelangrijkste, maar je ziet ook uiteraard dat er nog wat werk voor de boeg is. Kenneth, Marie, een titanenwerk komt tot zijn einde. Tevreden? Ja, bijna tot zijn einde. momenteel heel tevreden, denk Marie ook. Ja, het werk dat eigenlijk verwezenlijkt werd in 3 weken tijd is echt gigantisch. Onze vele vrijwilligers die geholpen hebben, onze fantastische timmermannen die het hele schrijnwerk samen gedaan hebben, de mensen die mee in een transfokabel getrokken hebben met mij s'nachts vrijdag op het dak. De elektriciën, de elektriciteit. We voelen eigenlijk de hoesting van iedereen, ja. Dat ijs hier te krijgen voor het af te werken. We voelen de steun. En ja, dat maakt mij gelukkig. Ja, het is dat. Het is dat. En wanneer kunnen de eerste schaters op het ijs terecht? De mensen die hier in de sportclub zitten, kunnen vrijdagavond voor de eerste keer komen kijken, komen piepen en komen schaatsen. Vrijdagavond. Vrijdagavond vanaf 7. En het wordt meteen een discoavond. Meteen met de vlam in de pijp, samen met DJ Yuri. DJ Yuri zelf, Yuri Powels, ziet dat volledig zitten. Hij was ook een van de laatste DJ's eigenlijk in het vorige verhaal in Hillegem. Maar we gaan daar direct een ferme lap op geven. Ja,